willen de raad laten zien wat we allemaal doen als Tilburg rondom onze stad. En vooral wat groen betreft. We hebben hele grote ambities. Voor een deel zijn het plannen, maar voor een heel groot deel realiseren we het al. En daar brengen we nu de raad naartoe. We willen laten zien dat we samen met anderen, met boeren, met Brabants Landschap, investeren in het groen. Want het groen is zo belangrijk voor Tilburg. Het zorgt voor een goed vestingsklimaat en feit is het ook om te recreëren ideaal. En laten we niet vergeten de biodiversiteit, doordat we de ecologische zones met elkaar gaan verbinden. Twee belangrijke natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, de Brand en de Leemkuilen. En we hebben in de laatste jaren hebben we door ruiling en aankoop hebben we gronden kunnen verwerven, waardoor we die twee gebieden kunnen verbinden. Nou, die is erg belangrijk voor de genetische uitwisseling feitelijk. Als je dieren en planten hebt die zich niet kunnen verspreiden, dan krijg je uiteindelijk inteelt. Dus je moet die gebieden kunnen verbinden om de genetische basis divers te krijgen. In dezelfde tijd is hier woonwijk De Bogert in aanleg. En op die plek waar die woonwijk gebouwd moest worden, werd een Dassenburg gevonden. En ja, je kan natuurlijk niet zomaar bouwen op een Dassenburg. Dus de Dassen zijn eerst verhuisd voor de bouw uit naar ons nieuwe terrein hier. We bouwen hier bijvoorbeeld ook aan het oude cultuurlandschap en heeft ook weer recreatieve componenten. Ik denk dat het heel belangrijk is, ten eerste het is heel fijn om te zijn. Iedereen was vanmorgen ook al lekker van, oh lekker, we zijn lekker eventjes buiten. Dus dat is heel belangrijk. Maar het helpt ook mee aan de groene ambities die we hebben. Het is belangrijk om het groen wat we in de stad hebben te verbinden met het groen buiten de stad. Zodat we gewoon een hele fijne stad hebben om in te wonen. Ja, ik vind het fantastisch wat we hier hebben. Dus als je vergelijkt met andere plekken in Nederland, dan is Tilburg eigenlijk omgeven door heel veel bossen. Heel uitgestrekte gebieden waar je heel lekker kunt fietsen, kunt wandelen. En wat volgens mij ook heel veel mensen doen en waarderen. Ik vind het heel belangrijk, sowieso als groene long, letterlijk. We hebben natuurlijk best een grote stad, veel verkeer. Wordt alleen maar meer, denk ik, de komende tijd. Mensen willen toch naar buiten toe, genieten van het groen. Kijk, het is al een paar keer genoemd, vestingsklimaat. Maar men denkt altijd aan bedrijven, maar ik denk ook gewoon aan jonge gezinnen die met kinderen naar buiten willen, die waarderen dat enorm. En nogmaals, Tilburg is daar goed mee bedoeld. Verbeterpunten, ja, we zien natuurlijk altijd verbeterpunten. Hè. We hoorden, er is eigenlijk om alle ambities waar te maken 48 miljoen nodig. Nou, we hebben nu 6 miljoen. Wordt gelukkig ook heel veel door alle andere partijen aangeleverd. Maar ik denk dat we daar nog wel een slag te maken hebben met elkaar. Wat hier ook werd gezegd, heb ik ook al aan de wethouder gevraagd. We hebben prachtige parken in Tilburg. Die worden wel gebruikt. Ook nog niet optimaal, vind ik. En hoe leg je dan die link met wat buiten de stad ligt en wat in de stad is? En daar zou ik wel wat meer linken willen hebben. Het zijn allemaal processen die jarenlang duren. En die voorbeelden die we vandaag zien, die geven aan dat er hard gewerkt wordt. En ik kan me voorstellen dat er heel veel ideeën bestaan waar men aan moet werken de komende jaren. Maar alles heeft te maken met samenwerking tussen partijen. Misschien dat daar nog wat te verbeteren valt. Ja, ik denk dat we, zeker wat we vanmorgen hebben gezien, dat er grote stappen gemaakt worden. En het leuke is dat het nu niet alleen maar het is van, ik noem maar even de groene mensen in de stad. Maar dat er ook boeren, ondernemers, mensen bij betrokken zijn. En dat het heel breed gedragen wordt. Ik ben wel trots op.